spiegelreflexcamera of systeemcamera? Wat zijn de verschillen, wat zijn de overeenkomsten en welke is beter? Ik ben Gilbert en in deze video geef ik je antwoord op die vragen. Een spiegelreflexcamera en een systeemcamera maken beide prachtige foto's. Je krijgt bij beide modellen een goede beeldkwaliteit en qua instellingen hebben ze vaak ook dezelfde mogelijkheden. Het verschil zit hem eigenlijk al in de naam, want een spiegelreflexcamera heeft een spiegel. En dat zorgt ervoor dat er op een spiegelreflexcamera een optische viewfinder zit. Dat zorgt er dus weer voor dat het licht door de lens via de spiegel naar de optische viewfinder gaat, waardoor je dus altijd hetzelfde beeld te zien krijgt wat de lens ook ziet. En als er dan een foto wordt gemaakt, dan klapt de spiegel omhoog zodat het licht de sensor kan bereiken. Een systeemcamera heeft dus geen spiegel en ook geen optische viewfinder. De meeste systeemcamera's die hebben namelijk een elektronische viewfinder. En deze laat precies het beeld zien wat de sensor ook te zien krijgt. En hier zitten een aantal voordelen aan. Als je bijvoorbeeld de instellingen aanpast bij een systeemcamera, denk bijvoorbeeld aan de witbalans of de diafragma of de sluitertijd, dan zie je dit meteen terug in de elektronische viewfinder. Hier zie je dus meteen hoe het uiteindelijke plaatje wordt. Terwijl als je de instellingen aanpast op een spiegelreflexcamera, dan zie je dus pas achteraf hoe de foto uiteindelijk is geworden. Nu is het wel zo dat sommige elektronische viewfinders een verkleind beeld laten zien en sommige systeemcamera's die hebben helemaal geen elektronische viewfinder, waardoor je dus alleen het schermpje kunt gebruiken. Een systeemcamera heeft dus geen spiegel en dit maakt ze vaak lichter en kleiner van formaat, wat handig is als je veel onderweg bent, een dagje weg, weekendje weg, lang op vakantie, je hoeft gewoon minder mee te nemen. Een spiegelreflexcamera daarentegen is vaak groter en zwaarder, maar dat maakt hem wel weer juist dat hij lekkerder in de hand ligt, zeker als je grote handen hebt. Je hebt gewoon het gevoel dat je de camera veel steviger kunt beetpakken. Ook zit er nog een verschil in de batterijduur, want de batterijduur van een spiegelreflexcamera is langer dan die van een systeemcamera. En dat komt ook weer door de elektronische viewfinder. In een spiegelreflexcamera zit, zoals ik al zei, een optische viewfinder en deze gebruikt geen stroom, waardoor je dus langer en meer foto's kunt maken op een enkele batterij, wat dus weer handiger is als je een lange shootdag hebt. Daarnaast zit er nog een verschil in snelheid tussen beide camera's en dan heb ik het over de hoeveelheid foto's die een camera kan nemen. Een spiegelreflexcamera kan over het algemeen minder foto's per seconde maken dan een systeemcamera en dat komt ook weer door die spiegel die elke keer omhoog moet. Een systeemcamera die heeft dus geen spiegel en die kan dus meestal meer foto's per seconde maken, wat handig is bij sportfotografie en bij actiefoto's. Een ander voordeel van een systeemcamera is dat een systeemcamera vaak in een stille modus gezet kan worden, waardoor er helemaal geen geluid wordt gemaakt wanneer je een foto neemt. En dit is bijvoorbeeld handig als je op plekken bent waar je geen geluid mag maken. Denk bijvoorbeeld aan bruiloftenrecepties of het fotograferen van wilde dieren. Je hebt me in deze video veel woorden horen gebruiken zoals vaak, meestal, over het algemeen. En dat doe ik expres, want sommige spiegelreflexcamera's die hebben betere functionaliteiten dan systeemcamera's en andersom. Sommige systeemcamera's die zijn bijvoorbeeld echt wel groter en zwaarder dan spiegelreflexcamera's. Sommige hebben ook weer een betere accuduur. En sommige spiegelreflexcamera's die kunnen weer meer foto's per seconde maken dan een systeemcamera. Een systeemcamera is dus niet per definitie beter dan een spiegelreflexcamera. Zeker niet als je een spiegelreflex en een systeemcamera vergelijkt in dezelfde prijskategorie. Maar over het algemeen geldt wel vaak dat een systeemcamera kleiner en lichter is en door de elektronische viewfinder zie je meteen hoe de foto wordt. Een spiegelreflexcamera is vaak wat groter en heeft ook vaak een betere accuduur. Met beide camera's zul je dus prachtige foto's maken. Hopelijk is het verschil tussen een spiegelreflexcamera en een systeemcamera nu een stuk duidelijker geworden. Maar mocht je toch nog vragen hebben, laat dan gerust een reactie achter onder deze video. Voor nu hartelijk bedankt voor het kijken en dan zie ik je heel graag weer in de volgende. Doei!